Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een action shoplog voor je. Deze shoplog is wel van iets langer geleden al. Ik had op dat moment allemaal spullen nodig. En ik kon deze ook nog niet eerder online plaatsen. Omdat er dingen bij zaten die ik weg moest geven. Dus vandaar dat ik het nu wel kan. Inmiddels heb ik die dingen dan ook weggegeven. Maar goed, dat maakt niet helemaal uit. Ik ga je laten zien welke spullen ik bij de Action heb gekocht. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd in beeld te vinden zijn. En ik begin met een item wat niet in de tas paste. En dat is deze trolley. Dan vraag je je vast af, ga je op vakantie? Nee, ik ga niet op vakantie. Als je mijn vlogs volgt, weet je dat ik afgelopen jaar naar de huishoudbeurs ben geweest. En ik kwam erachter dat het toch wel handiger was om zo'n koffertje mee te nemen dan de trektrolley die ik altijd gebruikte, omdat deze naast je kan rollen. Nathalie had dit en toen zei ik ook, nou mochten we weer een keer gaan, moet ik ook een koffertje meenemen. Ik had alleen geen koffer en nou weet ik helemaal niet of we naar de volgende editie gaan. Maar ik dacht, laat ik in ieder geval een koffer meenemen. Voor het geval we wel gaan. Tegen die tijd dat je dan een koffer wil hebben, hebben ze ze niet. Dus ik heb een koffertje gekocht. Het is van Spielbergen. Het is de Hollywood-stijl. Het is gewoon een klein, compact handbagagekoffertje in een roze kleur. Heel mooi. Wat ik heel tof vind, is dit hier zo. Dit zit vast, die ritsjes. Dus je moet echt de knop indrukken om die ritsen, zeg maar, te ontgrendelen. Je kunt hem ook gewoon vastzetten met een code. Een heel mooi koffertje. Nou, er zit natuurlijk uiteraard zo'n trekdingetje aan. Dus ik vind het een heel mooi koffertje. Ook een hele mooie binnenkant. Maar die heb ik in ieder geval gekocht. Kijk, misschien komt die later nog eens een keer verpast voor andere doeleinden. Maar in ieder geval, hij staat ook niet in de weg. Dus dat is het eerste item wat ik heb gekocht. Dan heb ik twee moederdag cadeautjes gekocht. Natuurlijk is moederdag al lang geweest, maar ik had met mijn moeder afgesproken dat ze het later zou krijgen. Ik heb allereerst zo'n scalp massagebrush gekocht. Dat is zo'n massageborstel voor je haar, waarmee je dus de bloedcirculatie kunt stimuleren en ook haargroei. En ja, het wordt ook gelijk schoongemaakt en gescrubt. En ja, ze hadden alleen nog een groene, dus ik heb een groene. Ik vond het best lastig, want ik had een idee voor moederdag. Dat hadden ze niet. Dus ik dacht, ik doe gewoon zo'n borstel. Dat is altijd wel lekker. En ook heb ik zo'n voetvuil voor mijn moeder gekocht. Mijn moeder die heeft ook zoveel ilt. Misschien nog wel meer als ik. Dus ik dacht, nou, misschien kan ze deze ook eens proberen om te kijken of het haar ook bevalt. Dus ja, ik dacht, doe ik ook zo'n voetvuil. Deze heb ik wel in het roze. Maar dat is gewoon een heel basic voetvuil dus. Dan heb ik nog een basic item en dat zijn twee rollen inpakpapier. Ik heb allereerst deze. Deze is wel heel erg leuk, want deze is voor Peppa Pig. Dat vindt Lente natuurlijk helemaal geweldig. George zie ik hier. Nou, Peppa die had ik net al. Ja, Peppa zit hier. Allerlei vriendjes van Peppa Pig. Dus ze hebben altijd wel heel leuk inpakpapier. En een heel basic roze met ja, soort bloemetjes vind ik ook wel leuk. Heel basic, maar ja, de ene keer hebben ze leukere printjes dan de andere keer. Dus die. En dan heb ik een toilettasje gekocht. Een groene. Je hebt deze in verschillende kleuren. Deze heb ik voor het cadeau voor Nathalie gekocht. Ik heb wat dingetjes die erin gaan als de baby er is. En dan ja, krijgt zij deze toilettas. Dus ja, die heb ik voor haar gekocht. Gewoon een hele basic binnenkant. Maar gewoon een leuk tasje waar je spulletjes in op kunt bergen. Dus ik vond dat wel heel erg leuk. En ik vond groen gewoon heel erg bij haar passen. Dan heb ik voor mezelf ook zo'n etui meegenomen. Of eigenlijk een toilettasje. Maar ik wilde heel graag een tasje hebben om de oortjes of de hoesjes van mijn AirPods in te doen. Ik heb er inmiddels een aantal en ze liggen nu gewoon in een la. Dat vind ik niet zo mooi. Ik vind het mooi om ze bij elkaar te hebben. Ik vond dit wel een mooi maatje. Doe ik ook het schoonmaakborsteltje erbij in. Dus eigenlijk dik prima. Roze binnenkantje. Hier kunnen mooi mijn oortjes in. En dan ligt het weer mooi of mijn oor. Mijn hoesjes in. Dus dan ligt het weer mooi bij elkaar. Dat vind ik wel heel erg fijn. Dan heb ik een heel basic item. En dat is gewoon maatverband. Want ja, dat heeft de mensen nodig. Bij de Action is het vrij goedkoop. Maar ik moet wel zeggen, het verschil is wel dat je hier maar 10 krijgt. En in de supermarkt of de drogist heb je de 14. Dus je krijgt er wel iets minder. Maar goed, ik had het nodig. Dan heb ik een primer spray
paint gekocht. En ik heb hem in een matte witte variant. Want mijn verwarmingen die verkleuren heel erg. Die worden heel roestig. Die moeten echt geverfd worden. En ik dacht, ja, dat wil ik best wel doen. Maar het lijkt me gewoon handiger om ze te sprayen met een verf. Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon zo'n spraybus halen in een matte witte kleur. Ik moet hem eerst natuurlijk heel goed opschuren en daarna kan ik ze sprayen. Ja, dat vond ik gewoon eventjes handig. Dus dat ga ik binnenkort doen. Ik ga jullie daar binnenkort ook in meenemen in een van de vlogs, dat ik dat ook echt ga doen. Maar ik ben heel benieuwd of dat werkt en of het mooi wordt. Even kijken. Dan het mini stopje. Die was nodig voor het baby cadeau. En bij de Action waren die gewoon vrij goedkoop. Er zit een leuk ophangtouwtje aan waar je hem zou kunnen ophangen. Ik weet niet of ik het durf. Het is niet echt glas. Het is dus plastic. Dat hoor je dus ook. Het is geen glas. Maar ja, hier kun je ook gewoon leuke dingen onder zetten. Maar ik, had hem dus voor een ander doeleinde nodig. Dus die. Dan heb ik een warm-koud compress gekocht. Ik merk toch wel dat als je een keer ergens last van hebt, ik heb niet zo'n compress. Vroeger thuis hadden we het wel. En eigenlijk sinds ik op mezelf ben, heb ik niet zo'n compress. Dus ik dacht, ja, dat moet ik eigenlijk wel hebben. Want je hebt nog wel eens dat je spierpijn hebt of wat dan ook. Dat je ergens last van hebt, dat je eigenlijk best wel zo'n compress kan gebruiken. Bij de Action zijn ze heel goedkoop. Je kunt hem dus zowel warm als koud gebruiken. Er zitten gelpareltjes in. Dus ik dacht ideaal even zo'n compress. Want dan heb ik die in ieder geval ook in huis. Want ik vind dat toch wel iets wat je in huis moet hebben uiteindelijk. Dan heb ik nog een haarbandje van de Betty's meegenomen. Inmiddels heb je die al best wel vaak voorbij kunnen zien komen in mijn video's. Maar ik gebruik die dingen echt elke dag om mijn make-up mee te doen. En ze worden best wel snel vies. En dan komt het wel eens voor dat je er geen een meer schoon hebt. En ik vind het wel heel prettig als ik mijn make-up doe om het haar uit mijn gezicht weg te werken. Dus ik dacht, ik neem gewoon nog even eentje mee. En dit keer is het een groene geworden. Dus nou, helemaal prima. Je kunt ze trouwens gewoon wassen op 40 graden. Je mag ze alleen niet in de droger doen. En hij is gewoon één maat. Dus eigenlijk past hij om iedereen zijn of haar gezicht heen. Dus dat is natuurlijk wel handig. Dan heb ik een geurtje gekocht. En deze is van Naomi Campbell. Dit is Glam Rouge. Rough. En dat is deze. Ik vond deze heel leuk uitzien. Ik ben zelf heel erg dol op geurtjes van bekende mensen, zeg maar. Ik heb ook echt wel een aantal van bekende mensen. En ik vind die gewoon altijd heel lekker. Het is gewoon een 15 ml geurtje, maar hij was echt super goedkoop. En ik ben wel benieuwd. Misschien is het al een wat ouder geurtje, maar dat maakt me niet zo heel erg veel uit. Ik vond het flesje er ook wel leuk uitzien. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe die ook ruikt. Er stond geen tester, maar ik ga ervan uit dat het een beetje een zoet geurtje is. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dan heb ik een smartphone paraplu. Ik vond dit er heel erg grappig uitzien. Het is gewoon handig in de zon of met regen. Dus hij heeft gewoon regen- en zonprotectie. Dit is weer zo'n nieuwe hype. En je had hem in verschillende kleuren. Ik heb een roze gekozen. Je krijgt dus een clipje erbij. Er zit dus een clipje bij. Die kun je op je telefoon. Suction cup. Ik weet niet of je dat vast moet plakken. Of dat je hem gewoon op de een of andere manier kunt bevestigen. Ik zal het doosje even openmaken. Kunnen we even kijken hoe dat bevestigd moet worden. Dit is de cup. Dus ik zou echt alleen niet weten hoe dit op je telefoon moet, hoor. Hoe dan? Fijn ook als er een gebruiksaanwijzing bij zit altijd. De bedoeling is dus dat je dit cupje op je telefoon plaatst. Misschien is het gewoon een soort zuignap idee. Daar moet ik nog even achter komen. En houd hem hier ook zo. Misschien... Oh, ik denk dat hij zo moet. Misschien moet je dit nat maken of zo. Dat hij dan echt vastzuigt zo. Kijk. Nou, dan heb je hier de paraplu. Oh, zo cute.
Nou, dan heb je hier de parapluutje. En die schuif je dan. Zo, in je telefoon. En dan kun je lekker op je telefoon zitten terwijl het regent op de zon. Oh, hij zit ook al vast nu. Oh, hij zit al vast. Kijk, hij zit nu vast bij mij. Nou, hoe schattig ziet het eruit? Ik vond het wel heel leuk. En als je dan klaar bent, dan klap je hem gewoon weer in. Haal je dat cupje eraf. Zo. En dan kun je hem weer verder gebruiken. Ik vond het gewoon heel erg grappig. Dus ik dacht, ik wil dit gewoon een keertje proberen. Je had hem in diverse kleuren. Ik heb ook al mensen gezien op video's die hem voor andere doeleinden gebruiken. Maar dus een umbrella, smartphone umbrella is het eigenlijk. Oh ja, dan heb ik 2 dingen met lettertjes gekocht. En dit zijn van die hobbyletters. Nou lijkt het me dus heel erg leuk om foto's van de katten te maken. En daar dan de namen onder te zetten. Maar ik weet dus nooit of dat je genoeg hebt van die lettertjes in één zo'n bak. Dus bijvoorbeeld kan ik ook de geboortedatum erbij zetten. Maar dan met lettertjes. Dus ik heb daar een leuk idee bij. Dus ik dacht, ik neem voor de zekerheid maar 2 van die cupjes mee. Want je weet nooit precies of je genoeg hebt. Want ik heb wel eens gehad dat ik dan iets deed met kraaltjes of zo, met letters. En dat je dan net zo'n lettertje tekort kwam. Dus 2 van die hobbyletters. Waardoor ik dus iets leuks wil gaan doen met de namen van de katten. Met foto's erbij. Dan had ik een Frozen lippenbalsem gekocht. Die moest ik ook om weg te geven. Die vond ik wel heel erg leuk te uitzien met Olaf erop. Olaf is toch altijd tijdloos. Dus die vond ik wel heel erg leuk. En lippenbalsem is altijd fijn. Dan heb ik een Passionate Fruit en Mango haarmasker meegenomen. Is ook altijd wel lekker voor je haar. Een masker. Dus het is best wel vol. Even kijken, hij is van het merk Beauty Dept. Er zitten voor 97% natuurlijke ingrediënten in. En er zit 50 ml in. Het is natuurlijk wel voor 1 keer gebruik. Maar het zijn ook leuke cadeautjes om weg te geven, vind ik altijd. Dan heb ik body oil gekocht. En ik heb hem in 2 kleuren. Ik vind het leuk om je huid soms een beetje een glansje te geven. Vooral als je wat kortere kleding draagt, vind ik het leuk om dat je huid wat te laten shimeren. En olie is altijd goed voor de huid. Dus ik heb hier de Dando Gold voor de huid. Dus een huidolie. Dan krijg je gewoon een beetje een leuk effect, zeg maar. Gewoon voor de huid. Dan gaat hij dus wat glimmen. Hier ook. Ja, deze mevrouw is heel mooi bruin gekleurd. Ik ben dat zelf natuurlijk niet, want ik ben zo heel erg wit. Maar het geeft wel misschien een leuke gloed, vind ik zelf. En ik heb hem dan ook in de Rosé Gold gekocht. Vind ik er gewoon wel leuk uitzien. Gewoon eens om te proberen. Kijk, of het echt werkt, dat gaan we wel zien. Maar ik vond het er wel heel leuk uitzien. Dan nog een setje met dubbel tissue tape. Dit is net wat dunner tape. Vaak dat gewone tape is wat dikker. Maar dit is dus hier zou dus ook. Dit is net weer wat dunner. Ook tissue tape noemen ze. Het zit 10 bij 12 mm op een rol. En ik vind dubbelzijdig tape gewoon wel vaak om te gebruiken. Fijn om te gebruiken. En dit is dan net even iets dunner als het standaard tape. Want dat is vrij dik. Dan heb ik nieuwe kleuren potloden gekocht. Ze hadden nieuwe kleuren. En deze kun je dus gebruiken met zowel droog als nat. En dat vond ik wel heel interessant. Ze lopen dus verder waar ze op hielden. Dus ik zal even kijken of ik bij de volgorde kan beginnen. Ik heb allereerst deze. Het zijn hele fijne potloden. Ik heb er nu ook al setjes van. Maar dit zijn dus weer nieuwe kleuren. En deze kun je dus ook nat gebruiken, wat ik zei. Ik weet niet of dat bij die andere ook kan. Volgens mij niet. Maar kijk, hier achterop staat dus ook hoe je het nat kunt gebruiken. Er zit dus een, dan ga je met een kwastje kun je dat doen. Eigenlijk als je het ingekleurd hebt, kun je er met een kwastje blijkbaar overheen. Dus dat zijn allereerst deze kleuren. Dan heb ik ook deze kleuren.
zijn gewoon eigenlijk weer, het zijn hele fijne potloden, tenminste komen, maar dus nieuwe kleuren van deze. Ik vind het wel leuk dat je nu ook met een waterproof effect kunt werken. En dan hebben we deze. Die zijn ook altijd wel heel fijn. Dus ja, ik ben er heel erg benieuwd naar. Dit zijn lekker donkere kleuren ook. En daar hou ik ook wel van. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Dan heb ik twee art journals meegenomen. En eigenlijk heb ik deze gekocht vanwege het papier. Want dit papier leek mij dus ideaal voor het maken van kaarten wat hierin zit. Dus gewoon zo'n papiertje eruit scheurt, kun je dit heel mooi gebruiken als kaartenmateriaal. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel handig. Dan kan ik hem daar wel voor gebruiken. Om het papier wat erin zit. Ik zou het ook nog wel leuk vinden om bijvoorbeeld gekleurd papier wat dikker is te gebruiken. Maar dat kon ik bij de Action niet echt vinden. Je hebt deze pagina's zijn 300 gram, dus die zijn ook weer heel geschikt om op te schilderen. Maar ik dacht, onder het mom van kaarten maken lijkt me dit gewoon wel heel erg handig papier om te gaan gebruiken. Ik was daar ook wel over getipt door een van jullie, maar ik weet niet of die persoon ook dit papier bedoelde. Maar ik dacht, ik ga voor dit papier. Het leek me wel handig. Dan heb ik nog een stempelsetje met ronde stempeltjes zitten die hierin ook zitten. Dat zijn dus van die zachte bolletjes, waardoor je dus ook weer kunt blenden. En er zitten ook zitten dus 15 van deze bolletjes krijg je erin. Dan krijg je ook een paar schablonen en dus 3 kleurtjes inkt. Dus ik vond het wel heel erg leuk, een klein setje. Ik vind altijd die schabloontjes heel erg leuk om te gebruiken. Dus ik dacht, nou, dat ziet er wel heel erg leuk uit. Dus die neem ik mee voor het knutselen. Dan heb ik nog Sparkle brushmarkers meegenomen. Dat zijn deze. Dit zijn dus brushmarkers waar een sparkeltje in zit. En ja, dat ziet er wel heel erg mooi uit. Je krijgt pearl glitter, gold glamour en silver sparkle. Dat vond ik wel een heel leuk effect. Kan ook leuk zijn met het maken van kaarten of gewoon in je bullet journal. Dat is dit setje. Dan heb ik nog twee lippenbalsems van Marbelicious. En ik heb hier Peach lippenbalsem. Ik vond deze er heel erg interessant uitzien. Dus ik was heel erg benieuwd naar deze. En ik heb ook de Candy variant. Dus hier, deze kan ik dan ook weer lekker testen voor mijn blog. Maar ze zagen er gewoon heel erg mooi uit. En ze zijn 100% vegan. Dus ik ben heel erg benieuwd hierna. En de laatste twee producten die ik heb gekocht, dat zijn weer twee van die spuitbusjes. Die gaan bij mij heel erg hard. Ik vind deze kleuren heel erg, deze geuren heel erg lekker ruiken. Dus deze gaan meestal wel standaard met mij mee. Omdat ik die gewoon al bij voorbaat weet dat ze heel erg lekker zijn. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. En dan kan het huis weer lekker ruiken. Dus dat zijn die. Dan zijn dit alle producten die ik bij de Action heb gekocht. Ik ben inmiddels al wel weer bij de Action geweest. Dus ik weet ook dat ze gewoon de meeste spullen gewoon nog verkopen. Dus ondanks dat de producten al wat langer in huis zijn, heb ik ze gewoon nog steeds gespot. Dus nou ja, dat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik dit keer heb geshopt. Of ja, misschien heb jij ook wel een van deze items waarvan je ook denkt van daar ben ik ook super blij mee. Ik vind dat parapluutje wel echt heel erg grappig, ook voor die telefoon. Ik wist niet dat het zo goed zou werken, maar het ziet er echt wel goed uit. Dus ik ben benieuwd of jullie die ook al hebben gespot. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!